Welkom bij een nieuwe video over lingerie en trends. In deze video laat ik je zien hoe je je mooie BH combineert met de grootste trends van nu. Flower power is nog steeds helemaal van nu en ik ben echt dol op de vrolijkheid die dat aan je kast toevoegt. Nou zijn de bloemen dit seizoen niet zozeer heel lieflijk en cute, maar juist ook echt best wel stoer met zware materialen en grote prints. En het mooie is dat die trend helemaal doorloopt in je lingerie. Dus dan is het tof om zo'n bloemetje ook in je BH te laten terugkomen en die trend helemaal door te trekken. Vrouwen in pak vind ik zelf smoking hot en juist ook heel vrouwelijk. Je ziet die pakken dit seizoen in strepen, ruiten, in felle kleuren, getailleerd, oversized. Kortom, alles kan en mag. Dan is het natuurlijk wel leuk om die mannelijke vibe een beetje sexiness mee te geven door een klein randje van je BH te laten zien onder je colbert. In deze trend gaan we terug in de tijd en wel naar de Victoriaanse era rond 1800. Toen draaide natuurlijk alles om vrouwelijkheid en romantiek. En nu zie je dat vooral terug in het gebruik van grote kragen, grote mouwen, heel veel kant en velvet en zijde. Om het wel echt van nu te houden, raad ik je aan om één zo'n Victoriaans statement item heel modern te stylen. Dus bijvoorbeeld zo'n jurk met een paar toffe sneakers. Je hebt van die trends die er niet alleen fantastisch uitzien, maar die ook nog eens heel lekker zitten. Ik ben dan meteen fan en dit seizoen draait het vooral om de lingerie-trend. Dat zie je vooral terug in materialen die eigenlijk meer voor binnenshuis waren, zoals doorschijnend kant en velvet en natuurlijk deze zijde pyjama-blouse. En wat ook wel heel tof is, is dat underwear nu ook outerwear wordt, die zeker gezien mag worden.